Dit overzicht start in 1999, het jaar waarvoor Prince ons waarschuwde. So tonight I'm gonna party like it's 1999. En het Centrum voor Zelfstandig Ondernemende Vrouwen van Markant de eerste Woman Award uitreikte aan Mirjam Schepers van Prefamac. De bedoeling was om aan te tonen dat vrouwen ook goede ondernemers zijn en te wijzen op knelpunten zoals de combinatie privé-beroepsleven. Over die work-life balance kon de tweede winnares meepraten, want Carla Gordons was zaakvoerster van haar eigen ingenieursbureau en mama van 3 jonge kinderen. In 2001 kreeg Mieke van Drommen van Gamma Solutions de award. Haar succes steunde op ondernemingszin, creativiteit en organisatietalent. De volgende winnares, interieurarchitecte Karin Zoons van Satrima, begon pas op haar 40ste met een eigen onderneming. In 2003, het jaar waarin prinses Elisabeth een broer kreeg, wonnen de twee ingenieurszussen Cathy en Lieve Thijs van Zetmotoren de Woman Award. Het stimuleerde hen om nieuwe richtingen in te slaan. Een jaar later mocht Caroline Berlamont van Fam en Oom zich de winnares noemen. Ook al liep ze maar tot haar 16e school, toch is haar advies van toen nog goud waard. Bereid je goed voor en houd zelf je boekhouding in de gaten. Het volgende jaar was het Inge Geerdens van CV Warehouse die de award kreeg. Bij elke ondernemer of medewerker gaat ze op zoek naar de 3 G's. Guts, goesting en gezond verstand. 2005 was ook de start van een nieuwe tweejaarlijkse traditie. De Woman Award Zuid. Een prijs die in samenwerking met Trias uitgereikt wordt aan een vrouwelijke ondernemer uit het zuiden die naast het runnen van een eigen micro-onderneming ook een belangrijke rol vervult in haar omgeving. Dankzij de steun van Hare Majesteit Koningin Mathilde heeft deze award steeds meer weerklank gekregen. Ondertussen kunnen we terugkijken op een groep van inspirerende winnaressen. In het overzicht van Woman Award winnaressen gaan we verder met Bie Schuurmans van Fomeco. Na 20 jaar lesgeven vormde zij een plaatverwerkingsbedrijf om tot een internationale leverancier van buisproducten. Daarna belandde de award bij Karin Valli van La Bottega. Zij is een vrouw die voor haar zaak vecht met gedrevenheid en creativiteit. De 10e award ging naar Mieke Vertriest van Extrans. Haar tip voor ondernemende vrouwen is netwerken, want het geeft energie, waardering en kennis. Praktische mode aanbieden die zwangere vrouwen mooi maakt. Dat is waar Nathalie Vleeschouwer van Fragile mee startte. In 2009 leverde haar persoonlijke ontwerpen en oog voor duurzaamheid haar de Woman Award op. In het Chopinjaar haalde Berbel Buijsen de prijs binnen dankzij haar energieke leiderschap aan het hoofd van Sepia en Tinta. Haar visie is dat je moet kunnen loslaten om verder te gaan. De volgende winnares was Danielle van Wezenbeek van Mastermail. Het surplus van ondernemen vindt zij de vrijheid en de adrenaline die je voelt als een klant beslist om met je in zee te gaan. In 2011 ging er ook een nieuw initiatief van start, de Belofte. Een prijs voor startende onderneemsters die tussen de 1 en 5 jaar actief zijn. De Wall of Fame van de Belofte ziet er intussen indrukwekkend uit. Roeline Ham, Boops & Burbs, Anne Beazaar en Proof, Kim van de Plas, Libra Services, Naziha Yundi, De Ster en Sterreloft, Laurentien van Landegem, Clouds of Fashion, Eve Kolen, Bolster, Lotte Martens, Atelier Lotte Martens. We gaan verder met de winnares van de Woman Award in 2012, Anne van Quali. Zij bouwde samen met haar man 2 KMO's uit tot bedrijven die wereldwijd actief zijn. Wat Anne hoog in het vaandel draagt, is people management en team spirit. In 2013 werd Daphne Aars van TNS ondernemer van het jaar. De passie waarmee ze haar werk doet, is haar belangrijkste troef. De volgende winnares was Gracien Sjonke van Borg in Sol. Begonnen aan een bureau in de woonkamer, groeide het bedrijf uit tot een onderneming die heel wat bekende namen tot haar gebruikers mag rekenen. 2015 was het jaar van Nathalie Sintobin en Frucon.
Ze laat haar mensen werken op basis van competenties, niet vanuit hun diploma. Vervolgens ging de award naar Adinda de Raad en Froya de Rijkere van Froy en Dint. Hun innovatieve aanpak, strategisch inzicht en durf maakten hen de terechte ondernemers van het jaar. De voorlopig laatste winnares is Alexandra Limage van Sprint Transport. Toen het bedrijf waar ze werkte in faling ging, had zij het lef om het handelsfonds over te nemen. Die durf koppelt ze aan een grote authenticiteit en open managementstijl.